Ik wil het vandaag eens met je hebben over afvallen. Ik bedoel natuurlijk gewoon energie besparen. Maar in dit geval gaan we afvallen op het elektriciteitsverbruik. Want ik kom natuurlijk bij veel mensen over de vloer. En dan ga je vooral op zoek naar hoe kunnen we het energieverbruik verminderen. En dat richt zich veelal op gas. Omdat gas natuurlijk nog steeds een van de duurste vormen is in deze energiecrisisperiode. Maar ook op het gebied van elektriciteit moeten we soms afvallen. En ik laat je in dit filmpje een paar manieren zien hoe je dat kan doen. Hoe je in kaart kan brengen waar bij jou bijvoorbeeld de grote verbruikers in je huis zitten. En een van de belangrijkste onderdelen, dat is het op zoek gaan naar sluipverbruikers. Als we dat sluipverbruik kunnen elimineren, dan is daar soms wel een hele grote besparing mogelijk. En dat sluipverbruik dat zit hem gewoon in een aantal apparaten in je huis, die dus veel energie verbruiken en misschien zelfs ook wel energie verbruiken op momenten dat het helemaal niet nodig is. Een van de manieren om dat sluipverbruik te meten, dat is met behulp van de slimme meter. Ik laat je dat zo zien. Maar als we met die slimme meter dan in kaart hebben gebracht dat er een sluipverbruik is, dan moeten we vervolgens op zoek gaan naar de verschillende apparaten. Nou, daar heb je bijvoorbeeld zo'n tussenmetertje voor nodig. Zo'n tussenmeter, daar steek je in het stopcontact. En vervolgens het apparaat aan de andere kant. En je kunt direct aflezen wat het verbruik is van dat apparaat. En ik heb op mijn website een hele lange lijst van allerlei apparaten. En daar heb ik natuurlijk heel veel metingen op verricht in de afgelopen jaren. Nou, is dat ook soms wel weer achterhaald, omdat er natuurlijk weer nieuwe types komen. En we hebben tegenwoordig ook te maken met apparaten die een label A++++ hebben. Dus die zijn heel energiezuinig. Dus zo'n lijst is altijd wel een beetje, al snel weer gedateerd. Maar ik heb wel een soort van toplijst. En op nummer 1 staat bij mij altijd de oude koelkast, de oude vriezer. Ga daarnaar op zoek. Steek die eens in het apparaat en kijk nou eens wat dat ding verbruikt. Er zijn wat geavanceerdere dan deze. Dit is een hele simpele, die geeft alleen maar het directe verbruik aan. Maar er zijn ook apparaten die kun je er een dag bijvoorbeeld tussen laten zitten. En die geven je dan precies aan wat het kilowattuur verbruik is. Dus over een langere periode gemeten wat het verbruik is van dat apparaat. Maar een sluipverbruik van 60 watt van een koelkast. En dat 24 uur, 365 dagen, keer een tarief van 30 cent. Nou, reken maar uit, dat is heel veel geld. Op nummer 2 kom ik vaak tegen de pomp van de vloerverwarming. Ik heb daar ook een voorbeeldje van straks, een fotootje laat ik je even zien. Heb je er meteen een beeld bij. Maar er zijn er veel meer sluipverbruikers. Denk aan televisies, stereo-installaties die aanstaan nooit gebruikt worden. Computers, harde schijven in de meterkast, noem het allemaal maar op. Het telt allemaal op. Klanten vragen mij dan, maar wat is dan een sluipverbruik wat goed is? Nou, dat kan ik niet zeggen. Dat hangt natuurlijk helemaal af van jouw huis, van de omvang van je huis, van de apparatuur, het aantal mensen wat daar woont. Maar ik zeg wel eens, als je zo rond de 100 watt zit, 100 watt per uur, dan doe je het goed. Maar zit je boven de 200, 300 watt, dan moet je toch echt wel een goede verklaring daarbij hebben. En ik ga je zo direct in het filmpje iemand laten zien, of iemand, een situatie. Daar was wel sprake van 1600 watt. Aan verbruik, aan sluipverbruik. Kijk, ik heb een hele uitgebreide meterkast met allerlei tussenmeters. Maar ja, dat heb je niet in een gewoon huis. Dus hoe kun je dan toch dat actuele sluipverbruik meten? Dat doe je met een slimme meter. Heb je geen slimme meter, dan wordt het heel ingewikkeld om daar een gevoel bij te krijgen. Maar hier begin je met je zoektocht. Je kunt net zo lang doorklikken. Ik geloof dat als je 8 of 9 keer klikt, dan zie je het actuele vermogen wat op dat moment in jouw huis wordt gebruikt. En die waarde is dus bepalend voor het sluitverbruik. Als je die slimme meter pakt en je drukt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer op die knop, dan zie je hier het actueel vermogen. Nou, in mijn geval zie je nu het actueel vermogen is een negatieve waarde van 120 watt. Dus er wordt op dit moment een klein beetje energie zelfs teruggeleverd.
Maar dit is dus waar het om gaat bij het in kaart brengen van je sluipverbruik. Vandaag ben ik op pad om bij iemand eens te zoeken naar een idiote hoeveelheid energieverbruik. En ik heb net de warmtebeeldcamera erop gezet. En toen zag ik dat er een groep is waar de buitenverlichting op zit. Deze. Die lichten een beetje op. Daaruit bleek dat die buitenverlichting zo'n 700 watt continu verbruikt. Dus we hebben een standby verbruik. Dat zat rond de 1000. En dat was voor mij de reden om eens even goed te gaan kijken wat er aan de hand is. En nou ja, van die 1000 is dus een 700 gaat ergens buiten vermoedelijk op. En dat moeten we nu zien uit te zoeken. Nou was ik hier al eerder. En toen had ik het er al even met de klant over. Van joh, is het niet het zwembad? Nee, zegt hij. Het zwembad dat zat uit. Maar goed, de kabel die ik in de meterkast heb gevonden, die dus dat enorme verbruik geeft, is wel de kabel die naar dit hokje toe gaat, waar de pomp en de besturing van het zwembad is. De klant zegt, zwembad is uit. Nou, eerst maar eens die kabel zoeken. En dan kijken, wat zit erop aangesloten en wat veroorzaakt ongeveer 700 watt continu belasting. Even zoeken, hè. Vooral als je dan eerst al die zooi weg moet halen. Als je nou op zoek gaat naar sluipverbruik en je weet niet zo goed waar je moet zoeken, dan kun je natuurlijk gewoon beginnen in de meterkast. Je kunt één voor één kun je alle automaten uitzetten, net zolang tot jij op de slimme meter ziet dat het verbruik dan ineenzakt. Ja, dat geeft natuurlijk wel een verstoring in je huis op. Misschien wel computers die van slag raken of je alarminstallatie, ik weet het niet. Een snelle manier is met behulp van een warmtebeeldcamera, als je die hebt. Een warmtebeeldcamera, als je die gewoon op de meterkast zet, of de meterkast opengemaakt is, dan zie je eigenlijk al direct waar gaan nu de energiestromen langs. Waar wordt er warmte opgewekt? Immers energie wekt in veel gevallen warmte op. Hier kon ik dat heel snel zien. En ik kon dus zien dat het uit deze automaat kwam. En als je dan iets meer afstand neemt, dan zie je ook waar de draden naartoe lopen. En zo kwam ik dus op die onderverdeler die er bij de meterkast zat. Maar het leuke is, als je dan in zo'n meterkast aan het koekeloeren bent, dan zie je bijvoorbeeld ook een andere sluipverbruiker. En hier is dat het apparaat links. En dat is de deurbel. En dan moet je je voorstellen, zo'n deurbel verbruikt 8 watt continu. Is toch zo'n 70 kilowattuur per jaar. Het is niet heel veel. Maar ja, voor die paar seconden dat dat ding misschien per dag, per week gebruikt wordt, is het wel 70 kilowatt. Nou, dit is dan misschien een beetje te ver doorgeschoten. Maar ik probeer je hiermee te laten zien dat er dus verschillende invalshoeken zijn om naar te kijken. Dat je ook verschillende tools kunt gebruiken om sluipverbruik in je huis te vinden, te detecteren. Nou, het heeft even geduurd. Maar uiteindelijk zijn we er wel achter wat het is. Want ik zag hier een schakelaar zitten en ik vroeg me af wat dat ding deed. En toen ik hem bediende, ging het licht meteen wat feller branden. Ja, dat zie je niet op de camera. En ja, dan ga je verder zoeken en dan zie je dat hier loopt een kabel naar beneden en die komt uit op dit ding. En hij is ook warm. Dit is een Travo. En die Travo die maakt zwakstroom, verlichting, voor de verlichting. In het zwembad. En die stond aan. En dat zie je niet, want er ligt natuurlijk nu allemaal doek overheen voor de isolatie en het schoonhouden van het bad. Maar dit is de boosdoener. Als ik klanten help met het in kaart brengen van hun energieverbruik, dan maak ik heel graak gebruik van de portal van Enerlogic. Die koppel ik aan de slimme meter van de klant en dan kunnen we samen kijken hoe het energieverbruik zich gedraagt in de loop van de tijd. En of de maatregelen die we treffen, of die ook effect hebben. Om je hier wat te laten zien. Dit was een klant waar ik van de zomer actief was. En daar zie je dat er een verbruik is. In dat metertje hier aan de rechterkant. Een standby verbruik van 388 watt. Nou, we hebben daar verschillende zaken losgelaten. En als we nu vandaag de dag kijken, dan zien we dat het standby verbruik is teruggevallen naar 228 watt. Maar we hebben hier een besparing weten te realiseren van zo'n 120 wattuur.
En als je dat doorrekent over een heel jaar gemeten, is dat meer dan 1000 kilowattuur. Oftewel, met een prijs van 30, 35 cent heb je het gewoon over 300, 350 euro aan besparing. Bij deze klant zat het in een oude vriezer. Het zat in een pomp voor de vloerverwarming. Het zat in diverse standby killers die we hebben toegepast om stereoapparatuur en de televisie ook echt uit te schakelen als dat nodig was. En de laatste, die moeten we nog doen, die zit hier nog niet in berekend. Dat is dat we ook een oude ventilator, zo'n ventilatiesysteem wat in huis zit, gaan vervangen door een moderne DC-ventilatie unit die ook op basis van CO2 en vocht aangestuurd kan worden. Dus we pakken ook nog een aantal klimaatvoordelen er dan bij. Nou begrijp ik ook wel dat zo'n zwembad, dat is natuurlijk niet heel erg representatief voor de gemiddelde inwoner in Nederland. Maar ik probeer je natuurlijk te laten zien dat ja, zo'n sluipverbruik, hier gingen we dus van 1200 watt terug naar zo'n 375 watt. Ja, dat wel significant is, dat scheelt natuurlijk gewoon heel veel geld. Je kunt dat ook goed zien in het verbruik. Als we het verbruik in de Enelogic portaal totaliseren in een maandgrafiek, dan zie je dus heel goed dat we sinds de maatregelen die we vorige week hebben getroffen, er een behoorlijke besparing nu al is gerealiseerd in energie. Nou ja, als we deze lijn doortrekken, dan gaan we de goede kant op. Nog steeds kun je zeggen, is 375 wattuur dan niet te veel? Nou, misschien wel. Dus laten we nog eens een keer een stapje dieper gaan kijken of we nog andere maatregelen kunnen treffen. Nou, hier zie je zo'n vloerverwarmingsverdeler. Dit is een kleintje. En daar zit een pomp aan. En die pomp, ja, die draait dus gewoon 24 uur per dag. Tenzij dat je er dus een pompschakelaar tussen plaatst. Nou heb ik een domotica-installatie. Daar zit een stukje regeling in, zodat de pomp alleen maar aangaat als er ook echt warmte gevraagd wordt. Dus als de thermostaat hier in deze ruimte aangaat, dan gaat de pomp draaien. Maar om je even te laten zien hoeveel energie zo'n pomp kan verbruiken, moeten we even op het plaatje kijken, het type plaatje. Kan je het zien? Nou is dit een kleine vloerverwarmingsverdeler. Er zit ook een kleine pomp in. En je ziet dat deze pomp tussen de 35 en de 80 watt kan verbruiken. En hij staat nu in stand 1. Dus hij zal nu maar 35 watt verbruiken. Maar ik kom ontzettend veel voorbeelden tegen van zwaardere pompen. En ook heel vaak dat die pompen gewoon vol gas staan te draaien. En dat is gewoon doodzonde. Los van dat het soms niet nodig is, is het ook dus onverstandig om zo'n pomp de hele dag te laten draaien. Daar kan prima zo'n pompschakelaar tussen. En zo'n pompschakelaar die zal in ieder geval in de zomermaanden de pomp afschakelen. Maar zelfs ook in de winterdagen, als er even geen warmtevraag is, zal de pomp gewoon netjes uitgezet worden. Tja, dat sluipverbruik. Dan zal je je misschien afvragen, wie heeft er nou een zwembad? Ik niet. En heb jij een warmtebeeldcamera? Waarschijnlijk ook niet. Trek je zomaar de meterkast open en ga je ergens maar een beetje aan de raden zitten te trekken? Nou, ik denk het ook niet. Maar wat je wel kunt doen, dat is met wat slimmigheid in je meterkast, bijvoorbeeld met je slimme meter, proberen te analyseren, wat zie je nou eigenlijk? Kun je bepaalde patronen in jouw verbruik herkennen? En door dat aandachtig te bekijken, kom je misschien wel een stap verder. En ik wil je hier aan de hand van een voorbeeld iets laten zien. Toen ik met iemand bezig was, toen viel het me op dat op bepaalde tijdstippen van de dag, en dat was 's ochtends en dat was 's avonds, er een behoorlijk grote hoeveelheid energie werd afgenomen. En het is een beetje lastig te zien, maar hier zie je het weer. De schaal die verschilt hier wat. Ja, maar hier zie je bijna 2 kilowatt aan vermogen wat er gevraagd wordt. Hier zit een hele grote piek. En als je dat nou zo over meerdere dagen bekijkt, dan zie je dat patroon eigenlijk iedere keer terugkomen. Is daar iets wat op basis van tijd wordt geschakeld en wat veel energie kost? Dit soort patronen herkennen, dat kan je helpen om op zoek te gaan naar grote verbruikers of op zoek te gaan naar sluipverbruikers.
Misschien weet jij dan op een bepaald moment wel van, hey, dat apparaat dat gaat inderdaad regelmatig aan. Ik noem maar wat, een koeker of een boiler is wat moeilijk te voorspellen, omdat die natuurlijk op basis van temperatuur geschakeld worden. Maar je kunt ze vaak wel in dit soort grafieken terugzien. Hier ging het overigens om een elektrische vloerverwarming. En die was geschakeld, terwijl ja, de schakeltijden veel te lang waren in verhouding tot de ruimte en het gebruik van die ruimte. Dus we hebben dat later, hebben we dat, dat venster, dat tijdvenster, veel krapper gemaakt. En uiteindelijk zelfs voor een bepaald deel van de vloerverwarming uitgeschakeld, omdat het gewoon helemaal niet nodig was. Dus maak ook gebruik van dit soort slimme techniek, zo'n portal van Analogic, die gekoppeld wordt aan jouw slimme meter. Of misschien heb je Toon, die ook grafieken kan geven. Kijk er nou eens naar, bestudeer dat en leer daarvan en maak daar werk van. Nou, dan heb je geen camera nodig, geen multimeter nodig. Kan je zelf doen. Even check. Hoi.